Dank, dank. Floor Bremer, waar ga je met ons over hebben? Wat ga je doen? Nou ja, dit is natuurlijk een beetje de week van de formatie. We hebben geen geluid meer. Praat eens door. We gaan de microfoon gaan. Ja, daar komt hij aan. Ja. Oh, ik doe het weer. Ik hou hem hierbij. Wonderlijk. Hou jij hem bij je? Ja. Zal ik het maar gewoon... Ja, ik doe het zo. De week van de formatie, de mislukte formatie. We staan al een hele tijd bij die hekken. Dus ik dacht, nou, laten we het eens even over iemand hebben die we niet zoveel zien. Af en toe mag hij even langskomen, maar verder niet heel veel. En dat is Lodewijk Asscher. Die kennen we natuurlijk, of die kenden we eigenlijk voordat hij zich in de strijd mengde als een bestuurder. Hij was wethouder geweest in Amsterdam, vicepremier, minister in Den Haag. En het beeld van Lodewijk Asscher was eigenlijk, die doet het heel goed in de politieke arena. En in die politieke arena moet je hem ook eigenlijk houden, want ik zal even laten zien wat er gebeurt als je hem daar buiten plaatst. Maar we zijn onderweg. Lowlands. Alles komt terecht. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Dit is het moment dat jullie aardig zijn en mij gaan helpen. Amazing. Alles komt terecht. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Alles komt. We beginnen pas. We beginnen nu pas echt. Dank jullie wel. We hebben op de website een durende versie. Kunt u downloaden. Bijzondere keuze voor het nummer ook. Onthoud dat even, dit nummer. Dat komt zo nog een keer terug. Alles komt terecht. Ja, precies. Nou, als je dit ziet, dan denk je, nou, dit is niks en dit gaat ook nooit wat worden. Maar goed, Lodewijk Asscher, die heeft natuurlijk... Hè, daar werd altijd tegen gezegd van... Jij kan dit. Jij kan een partij gaan leiden. En op een gegeven moment, als dat natuurlijk achter in je hoofd zit... dan denk je van, ja. Nou ja, misschien moet ik dat maar eens gaan doen. En uiteindelijk nam hij dat dan besluit... Dus ik geloof op een camping in Frankrijk, samen met zijn vrouw. Toen dacht hij, oké, ik ga dit doen. Nou, we weten allemaal hoe die strijd is geweest. Maar voordat die strijd losbarstte... had hij dus het moment waarop hij zich zou gaan presenteren... als de leider van de PvdA. Nou, tegenwoordig kijkt iedereen die in de politieke arena stapt... die kijkt naar Amerika. Hoe doen ze het daar? Dus ook Lodewijk Asscher. Dus wat zie je dan? En je ziet het bijvoorbeeld ook bij Jesse Klaver. Dan krijg je van die stoeltjes daarachter. In Amerika worden dan mensen geselecteerd... die super enthousiast zijn met borden. In Nederland, let zo ook maar even op... zitten daar mensen achter die denken... Hé, ik zie hem eigenlijk alleen maar van de achterkant. Wat doet hij? Oh, een telefoon. Nee, echt mensen die echt denken van... wat doe ik hier? Waarom ben ik hier neergezet? En dat zag je ook bij Lodewijk Asscher. Maar goed, hij had de hele zomer over nagedacht. Hij had nog een bijeenkomst gehad waar andere leiders waren, zoals Trudeau. En nou, hij was helemaal begeisterd geraakt door het idee, ik ga die partij leiden. Dus dan denk je erover na van, oké, dan moet ik dus wat te vertellen hebben. Ik moet een verhaal hebben. En dan word ik de leider van de Sociaaldemocraten. Dus dan moet ik ook een verhaal hebben... He, wat iedereen begrijpt en wat je dan in normaal Nederlands vertelt. He, want je wil kiezers trekken en je wil laten zien... ik ben de leider van de Sociaaldemocraten. En dan voorkom je dus dat je hele ingewikkelde woorden gaat gebruiken... waar eigenlijk niemand wat van begrijpt. Nou, zijn presentatie kwam op een school hier in Amsterdam-West... in de herfstvakantie, na die zomer. En toen kwam die presentatie, zijn speech. En hij kwam dan op met muziek, met een veel te lang loopje. Echt, die muziek was al afgelopen voordat hij eenmaal bij dat spreekgestoeld was. Met af en toe zo'n onhandige huk. Dus je denkt, oh, gelukkig hij staat. Niks meer aan het doen. Heel ongemakkelijk allemaal. Nou, dus hij begint aan de speech, waar dus zo lang over nagedacht is. En dan is dit een stukje wat daarin zit. Laten we de vrijheid verdedigen om te geloven wat je wil. Maar laten we ook de veiligheid bewaken. Van de vrouw die zelf haar man wil kiezen. En van diegenen die hun geloof willen afzweren. Laten we zorgen dat we de hitsers en de splitsers geen kans geven. De hitsers en de splitsers. Nou, ik denk niet dat er ook maar iemand in die zaal was die dacht... Oh, de hitsers en de splitsers. Nou, daar gaan we de strijd mee winnen.
Goed, ditzelfde verhaal. Want ik heb daar toen naar zitten kijken en ik denk, nou, ik weet het niet hoor. Misschien heeft hij nog ergens een geheim wapen. En wat er aan het einde gebeurde, nou, en hier komt weer even, denk even terug aan Lowlands, aan de dijk. Dan komt, dus uiteindelijk heeft hij dan die speech gegeven, een soort van ontlading. En dan, maar dan aan het einde, dan krijg je toch een beetje dit ongemak. Hey, we gaan ervoor. Dank jullie wel. En dan daarna was er ook echt zo van, die muziek was afgelopen. Iedereen stond echt zo, oké, vragen? Het is een ongelooflijk ongemakkelijke situatie, maar goed. Nou ja, hij stapt dus die arena in. Nou, we weten allemaal hoe die strijd met Samsung is afgelopen. Dus hij is wat hij wil. Hij is die partijleider en hij gaat die verkiezingen in. En hij... Ja, het was natuurlijk allemaal vrij laat. Dus hij heeft nog niet echt een profiel neer kunnen zetten. Hij heeft ongetwijfeld van alles in zijn hoofd gehad. En hij krijgt ook het een en ander aan adviezen. En dit zei hij daar laatst over op BNR. Ja, even voor de nadrukkelijk dus. Dit is een PvdA Amsterdam bijeenkomst waar hij dus te gast was. Onder andere gemodereerd door Max van Wezel. Maar dit is dus recent, hè? Dit is dus een paar weken geleden. Ja, dus hij kijkt daarop terug. Yes, maar het is wel komisch om even te weten wat voor adviezen die toen allemaal kreeg in al dat ongemak. Kom aan. Zijn er mensen die denken, ik wil een landelijk lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid? Ik heb wel een paar tips. Misschien is het leuk om je voor te stellen hoe dan de instructie gaat. Moet je voorstellen, je hebt een debat. Het wordt uitgezonden op tv. Er kijken 3-4 miljoen mensen naar. Je staat heel slecht in de peilingen. Wat zeg ik? Op historische dieptepunt. Ik neem je mee in wat voor adviezen je dan krijgt. Het eerste is gewoon jezelf zijn. Het tweede is, zorg dat je in de aanval bent, anders denken ze dat je er niet was. Het derde is, val nooit een linkse partij aan. Want dat zijn onze vrienden. Het vierde is, val de VVD niet aan, want daar heb je mee geregeerd. Heel erg veel succes. Ja, dus hij deed pogingen en hij had ook vast van alles in zijn hoofd. Maar ja, goed, ook daar weten we hoe het afliep. Dat was ook geen verrassing, historische nederlaag. Ja, en dan sta je op een punt... Eigenlijk is dat niet... Ja, hij had natuurlijk van alles voor ogen toen hij bedacht... Nou, hè, dit is dan mijn kans. Dit is het moment dat ik die leider ga worden. En dan ben je dus een leider van een partij met nog maar 9 zetels. En na die avond kom je dan de volgende dag kom je aan in de Kamer. En dan staan wij daar dus met z'n allen. En dan, daar kan je dan niet omheen. Je hebt zo'n soort liften, of je hebt uiteraard liften in de Kamer... En hij stapte daarin en hij dacht van, oh, dan weet je, ik ga daar voorbij. Ik ga gewoon via een of andere gang daarboven. Maar ja, al die journalisten staan natuurlijk op dat liftknopje te drukken. Dus op een gegeven moment gaan die liftdeuren open. En dan moet je dus de hele dag uitleggen hoe belabberd je ervoor staat. Meneer Ascher, hoe voelt u zich vanochtend? Wat denkt u? Heel beroerd, denk ik. Dat klopt. Hoe nu verder? Nou, daar gaan we nu over praten. Meneer Ascher, wat nu? Goedemiddag. Wat nu? Nu ga ik straks naar Khadija Riep en begint het werk. Maar bij ons past nu wel echt even bescheidenheid. Nou ja, dit was waarschijnlijk niet de beste dag in zijn politieke leven. Maar even recapitulerend, wat weten we dus? Het is dus Lodewijk Ascher, een beetje een bestuurder. Hij kan niet zingen, hij houdt van de dijk. Beetje hard leers, omdat hij dat gewoon vrolijk blijft volhouden. Heeft enigszins moeite met gewone mensentaal. En hij leidt een partij in puin. Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn. Dus dan denk je van, nou, dit was het, dit wordt niks. Maar ja, hij denkt ook, nou, the only way is up. We gaan wat doen. En sindsdien is hij eigenlijk begonnen met een soort zelf... Nou, niet een soort, hij is begonnen met een zelfevaluatie. Dus hij nodigt alle... Ik weet niet of een van jullie al is uitgenodigd, maar hij nodigt... journalisten uit om te komen vertellen wat hij allemaal fout gedaan heeft. En er is door de PvdA is een hele... Wacht heel even, ho, dit gaat te snel. Ik zie Thijs minzaam hier knikken. Jij bent dus... Nou, hij knikt iets te vroeg, dat was voor andere dingen. Nee. Heb jij onbezoldigde heer Ascher van reflectie, analyse en adviezen voorzien? Dat zou ik echt helemaal nooit doen. Nee, je bent niet geweest. Nee. Joost uitgenodigd? Nee, maar ik zou gewoon er geld voor vragen. Ja.
Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Hashtag pak de macht, zeg ja. ik dan. Hè? Dat zou ik hem sowieso associëren. Ja. Ja, logisch, logisch, ja. logisch. Maar goed, terug naar jou. Hij verzamelt mensen, laat ik het zo maar zeggen, om zich heen. Ja. Hij nodigt die kritiek uit. Inderdaad, hij nodigt de kritiek uit en de partij nodigt ook de kritiek uit. Want ja, er moet wat gebeuren om dat weer een beetje vlot te trekken. Hij moet dus zichzelf een soort van herontdekken. En het is voor ons natuurlijk interessant om te kijken hoe hij dat dan doet. Want je denkt, ja, nou ja, ik zie het niet meer helemaal gebeuren. Maar hij blijft er op een of andere manier, en daar verbaasde ik me een beetje over, en daarom heb ik ook voor Asscher gekozen deze keer. Hij blijft er verbazingwekkend monter onder. Laten we een aantal fragmenten kijken. We beginnen met De Wereld Draait Door. Ik zit in dat debat als de 7e partij van Nederland. Dus ik kom in principe na de pauze. Dus wat ik daar wil doen, en dat vind ik wel heel belangrijk, vind ik ook een taak van de Kamerlid, en ik ben dat vak aan het leren. Ik heb van Artje Kuiken geleerd hoe de interruptiemicrofoon werkt. Hè? Dus ik heb daar vele honderden uren in die zaal gezeten. Maar dit is een nieuw vak. Ja, maar u stond toch vrij snel bij de interruptie. Dat heeft mevrouw Kuiken dan goed geregeld. U stond er vrij snel. Ja. Maar daarna was iedereen weg. Weet je wat de truc is? Er zit dus een pedaal. Op de grond. Daar kan je met je voet op. Ja, dat geeft gas eigenlijk. Ja. Dan kan je gaan en kan je handen blijven gebruiken. Nou, dat is wel mooi. We hebben daar ook een foto van. Nieuwe Asscher. Ja, hier zie je hem bij het pedaaltje met zijn voet. Ja. Ja, dit is dus de nieuwe Asscher. Asscher, de oppositieleider. En wat hij een beetje probeert te doen is zichzelf natuurlijk neer te zetten als de underdog. Een beetje downplayen. En, dit is zijn nieuwe beeld. En dat komt natuurlijk overal naar voren. En zijn eerste proeven van bekwamen eigenlijk, als dus de oppositieleider, de underdog, de man met de zelfspot, was deze week in het debat over de mislukte formatie, waar we net ook al stukjes uitgezien hebben. En hij zit dus ook niet meer vooraan, dus hij is goed voor zijn stappenteller. Hij moet flink veel op en neer rennen vanaf zijn positie achteruit. Ja, dat deed hij met verf, hij dribbelde het op en neer. Hij had ook al een beetje die truc onder de knie, dat je zo'n beetje op zo'n bankje hangt. Zo van, ik kom nog terug. Dus het was heel erg leuk om naar te kijken. En dit was hoe hij er. Dit was zeg maar zijn eerste interruptie die we hier gaan zien. Met de PVV lukt het. Stap over uw eigen schaduw heen en durf het aan. Niet om mij een plezier te doen, maar om die 1,5 miljoen kiezers niet te beledigen. De heer Voorzitter, ik richt mij via de heer Wilders rechtstreeks tot 1,5 miljoen PVV-kiezers. Want dan zal ik inderdaad bij iedere gelegenheid, en dit is een mooie gelegenheid die de heer Wilders mij biedt, het gesprek mee aangaan. Ik ga nu in mijn antwoord rechtstreeks de dialoog aan met 1,5 miljoen, namens 2,3 miljoen VVD-kiezers, ga ik nu rechtstreeks de dialoog aan met 1,5 miljoen PVV-kiezers. Voorzitter, ik spreek hier niet namens miljoenen Nederlanders, maar ik kan u wel melden dat ik er klaar ben. En ik denk dat het voor veel van die 17 miljoen Nederlanders geldt, dat we klaar zijn met het gekibbel uit de echtscheiding uit 2012. Het is tijd om nu weer serieus over de inhoud te gaan praten. Goed, we gaan door naar de volgende, want in datzelfde debat van afgelopen donderdag. Nee, nu hoeft het licht nog niet zo aan als bij het volgende. Het lesje van Buma hebben we dit genoemd. Hij gaat. Oppositielesje van Buma krijgt hij hier. Juist, Buma achter de spreekgestoel te Asscher bij de interruptie. Ja, maar dat was mijn vraag niet. Dan heb ik in ieder geval een vraag beantwoord die niet gesteld is. En dan moet u dat is in ieder geval toch weer meegenomen. Daar komen we de tijd mee door. Dat is... Ja, ik wil nog wel een paar beantwoorden. Op zich, ik ken die methode. Ik heb een paar uur daar gestaan. En ik weet wel hoe je dat doet. Oh, ja, geeft u niet. En dat blijkt hier dus ook te kunnen leren. Ja. 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 Meneer Asscher. Het is een... De dagen gaan voorbij en de vraag blijft hangen. En de vraag is, Mark Rutte zei, ik zie het niet meer goed komen tussen VVD en GroenLinks, want principieel verschil van mening over migratie. Geldt het ook voor het CDA? Ik zie deze formatiepoging dus inderdaad niet meer lukken. En het is gebroken op dat punt. Dus dat is het belangrijkste punt waarom ik het niet nog een keer zie gebeuren. Nou gaan we naar het laatste fragment, want niet alles ging goed donderdag. Nou, hij is natuurlijk nog een oppositieleider die aan het leren is. Hè? Dus, maar goed. Even by the way, ik kan me af voordat je dit gaat laten zien. Je hebt hem nu, noem je hem drie keer de oppositieleider. Ja. De heer Roemer heeft een substantieel meer aantal zetels. Uit mijn hoofd 5 meer dan Asscher. Waarom noem je hem 3 keer nu de oppositieleider? Nou ja, omdat hij natuurlijk binnen zijn, of althans dat de PvdA natuurlijk zichzelf nu neer wil zetten. Althans, dat deden ze in dit debat. Begrijp ik. Als hè, de oppositie. En nou had hij het hier natuurlijk ook makkelijk, want ja, de rest had afgesproken. Dus Klaver dan, als je naar de linkerkant kijkt, van wij doen niet mee, want dit gaat een beetje over ons. Ja, Roemer die
was op een of andere manier ook niet zo heel zichtbaar. Die kwam af en toe even naar voren. Dus Asscher dacht, nou, tada, hier ben ik. De nieuwe oppositieleider. En Roemer dus gaat regeren, was... dat heb ik net. Dat heb je net gezien, dat zeker. Maar we gaan de laatste fragment. Floor, dat moet je even mondeling even begeleiden. Het is namelijk een hele lange vraag. En leg uit welke fout hij hier maakt. Lodewijk Asscher. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat de onderhandelaars hebben het heel goed gehad met elkaar die twee maanden. Dat blijkt. Allemaal waardering en respect. En dat is fantastisch. Vind ik ook echt heel goed. Even inleiden. Voor de politiek. Okay, nou, dit is even de tegelijk. Setting. Maar, meneer Klaver. Nou, Zijlstra, die voelt het ook aankomen. Nou, maar hier wilde hij even zijn punt maken. Want hij wilde namelijk achterkomen. Het was een principiële ondergrens van GroenLinks in het geding. Principiële ik denk ondergrens. Dat er daar iets afschuwelijks op tafel heeft gelegd. Wat is dat? Waarom is het geklapt? Het moet iets heel heftig geweest zijn. Een principiële ondergrens. Nou, dit herhaalt, dat is niet, ik heb het geturfd. Het is niet gelukt hier. In de onderhandeling op de inhoud. Het was lastig. Koopkracht. Een principiële ondergrens. Heb je meer? Dat betekent ook, en dat is natuurlijk, nou, dan kom je naar buiten en zeg, ik sta voor mijn principes. Die zijn bij mij wel veilig. En dus bij alle anderen die ooit op de stoel gaan zitten, dit niet. Dit heeft u allemaal gedaan, dat heeft u dat gedaan. Dat is eigenlijk de betekenis. Want er is een principiële ondergrens die GroenLinks wel trekt. En die andere drie partijen blijkbaar niet. Mijn vraag aan de heer Klaver is, hoe kan het dat die principiële ondergrens pas na twee maanden ontdekt werd? Nou, dus iedereen we hebben weet dat er verschillen tussen verkiezingsprogramma's, mag nog geen antwoord geven. Inkomen en het gaat nog even toegelicht worden, hè, want u zei eerder dit en dat. Als er een principieel bezwaar was, waarom ga je dan aan tafel? Of is het misschien zo dat het woord principieel nu gebruikt wordt, zodat in feite de weigering is om inhoudelijk een compromis te zoeken? En dat verhoudt zich weer slecht met het pleidooi van Klaver, want ik onderstreep dat partijen naar elkaar toe zullen moeten. De heer Klaver. Was nou principieel? Let u op. De heer Klaver. Om even de inleiding van de vraag nu te onderscheiden. Kijk, kan hij ietsje terug? Of vraag ik nu te veel naar techniek? Het plan is namelijk, want eigenlijk wat er volgens mij nu gebeurt, Floor, dan moet jij even bevestigen wat ik nu ga zeggen. Is dat hij zo lang praat, het is eigenlijk een beetje als een minister gedraagt hij zich, met allerlei analyses en aannames. In plaats van een korte vraag te stellen. Precies, en dit is een beetje minister-eigen, wat hij natuurlijk eigenlijk ook nog in demissionaire staat is. Juist. Kijk maar even naar het laatste stukje. Wat doet Klaver dan heel handig? Lukt niet. Klaver zegt heel handig, ik kan eigenlijk nou eens op uw vraag ingaan, want in uw inleiding zit er zoveel. Nou, hij zegt, ik moet even de inleiding van de vraag, wat zegt u nou eigenlijk allemaal precies? En dan gaat hij gewoon natuurlijk een antwoord geven, wat helemaal niks met die principiële ondergrens te maken heeft. Dat is natuurlijk nog het mooiste van alles. Floor, ja. Je hebt een mooie verhaal verteld. Ook waar die vandaan kwam, waar het helemaal misging. En ook toch je verbazing, die enigszins monter nu daar opereert in die kamer. Ja. Kan hij dit doorzetten? Wat is je indruk? Kijk, dus dit is heel duidelijk hoe hij zich nu positioneert. Ik vraag me een aantal dingen af. Ik denk, ja, hoe lang hou je het vol om te zeggen, nou, broer, mij overkomen is, ik kreeg allemaal tips. Weet je, dat hou je natuurlijk, dat is nu even, dat werkt nu even. Maar ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk gaan zeggen van, oké, hier staat iemand en ik ben inderdaad die oppositieleider die ik zo graag zou willen zijn. Dus dat is wat ik me een beetje afvraag. Je kunt niet eeuwig dit blijven doen. Ik denk dat... En hij wil natuurlijk ook... Hij moet er ook voor zorgen dat die PvdA weer een beetje opkalefatert. Dus dat hij... Dat is ook maar de vraag of hij dat allemaal voor elkaar gaat krijgen. Maar als ik hem een tip mag geven... Ja, en daar wou ik eigenlijk mee afsluiten. Graag. Luister naar je adviseurs. Zing niet meer. En... Hou hierna 1-2 maandjes mee op en ga dan gewoon echt oppositie voeren. Dames en heren, Floor Bremer!